IMF is mij op dit moment niet bekend. Ik zal dat natrekken en het zou kunnen dat we over iets heel anders praten. Maar ik zal natrekken of het heel specifiek is om binnenlandse schuldratio op 5%. Mij niet bekend. Voor wat betreft dat andere, ik zei het al. Ik vertrouw op de capaciteit van onze financiële wereld en ook op de deskundigheid van die financiële wereld. Want als die banken iets anders met hun geld kunnen doen, dan gaan ze het echt niet lenen aan de overheid. En alle producten worden samen met de actoren uitgerekend. Dank u wel. Lid Panka. Voorzitter, de minister is zo duidelijk geweest in haar eerste beantwoording. Maar voor mij is een verduidelijking nodig. Gedurende gisteren en vandaag is er gepoogd om aan te geven dat de ex-minister, of laat me het anders zeggen, de huidige minister van Financiën en de vorige minister van Financiën zich beide schuldig hebben gemaakt aan overtreding van de wet op staatsschuld, voorzitter. Minister, u hebt heel technisch aangegeven dat u zich daaraan niet schuldig hebt gemaakt. Maar wilt u voor mij verduidelijken, en misschien in andere bewoordingen zoals u dat daarnet hebt gedaan, is er hier sprake van een misdrijf zoals de wet dat heeft gekwalificeerd? Minister, misschien kunt u daar geen antwoord op geven, maar dan mag u dat zeggen. Voorzitter, geachte college, ik denk dat uw college wettelijke producten veel beter kan lezen dan ik. Wat ik aan u gepresenteerd heb, is het feit dat ik heb overgenomen 17,3% ratio binnenland. Dat heb ik overgenomen. We hebben geen nieuwe leningen gesloten. En we zijn heel hard bezig ons best te doen om die overschreden ratio, om die hoge binnenlandse schuld terug te brengen. En het is ons gelukt, maar niet om te halen de wettelijke 15%. Maar ik heb overgenomen 17,3%. Dank u wel, minister. Ik begrijp dat u nog niet klaar bent met de beantwoording, maar wij hebben afspraken gemaakt, ook met het personeel, dat we uiterlijk tussen 3:45 en 4:00 deze vergadering zouden verdagen. Dat betekent dat we op dit moment zijn in de eerste ronde voor de regering. De minister beantwoordt, ze moet nog wat zaken beantwoorden. Ze moet de wet nog bespreken, kijken of ze de wijzigingen overneemt van ons en misschien zelf ook andere wijzigingen heeft. En dat gaat allemaal gebeuren. Zoals we het nu kunnen overzien, gaan we vandaag naar dinsdag 27, is het hè? Klopt dat? 28 december.